de start is gevallen. Grimmende galopaarden, korte galopaarden voor Fastebo Checkpoint. En aan de buitenzijde is het Aida Boko die snel weg is. Diamond aan de binnenkant gaat mee. Beleg tussen de Hagoort Sandwich is best wel. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Diamond aan de relingzijde wil die leiding houden, want die wil hem graag afstaan aan Aida Boko. Maar best wel is toch sneller aan de buitenzijde. En best wel neemt over. Best wel aan de leiding. Diamond op plaats 2 en nu ligt Aida Boko op plaats 3 aan de buitenkant. Maar ongetwijfeld zal Erwin Bot de leiding ook weer gaan afstaan. Aan de buitenzijde aan de Gerrits Recyclingkeuren. Dat is per slot van rekening zijn werkgever. En dus kan die heel makkelijk voorbij. Aida Boko neemt de leiding nu over. Tweede plaats voor best wel. Daarachter Diamond op plaats 3. En dan de rest. Die moet even bekomen van die snelle beginfase. Vierde ligt Josje E. Vijfde aan de relingzijde Atrapma. Eerste paard aan de buitenkant dat naar voren gaat is Bill Stardust. Maar Diamond gaat voor hem uit, want ook die is inmiddels van de reling af. Paarden ronden de bocht. Aida Boko aan de leiding. Diamond schuin daarachter nu gaat de aanvallers een spoortje extra in de maag splitsen als ze dat straks zouden gaan proberen aan te vallen. Maar dat doen ze voorlopig nog niet, want Aida Boko houdt tempo genoeg. Paarden komen de rechte lijn voor de tribune in. Aida Boko voor best wel. Daarachter het eerste paard aan de buitenkant Diamond. Daarachter aan de relingzijde volgt Josje E. Daarachter volgt in de tweede spoor Bill Stardust. Heeft een mooie rug gevonden. Daarachter aan de relingzijde zit helemaal vast Atrapwa. De buitenzijde daarnaast komt zo langzamerhand Kaan Olderson. Daarachter aan de relingzijde Oesh met Henk Grift. En Henkie is in contact met het meerijdende busje aan de binnenkant. Aan de buitenzijde ligt Davy Boko en daarachter volgt Fastebo Checkpoint. Zo gaan de paarden de rechterbocht door, rechte lijn overzijde in. En er gaat straks toch wel een aanval komen, maar voorlopig nog niet. Aida Boko heeft inmiddels een lengte voorsprong op best wel een anderhalve lengte. Daarachter ligt Diamond derde. Als Bill Stardust dat wil, moet hij om Diamond heen. En Diamond gaat nu geattaqueerd worden aan de buitenzijde door Bill Stardust. Bill Stardust komt eraan en zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. En Bill Stardust maakt snel terrein goed. Diamond gaat met hem mee en zo gaan ze de laatste bocht in. Aida Boko, Diamond in het tweede spoor. Bill Stardust in het derde spoor. Kaan Olderson er ook achteraan. En zo gaan ze de laatste bocht in. Best wel zit vast aan de relingzijde. Paarden gaan de laatste bocht door. Aida Boko heeft een halve lengte voorsprong. Inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. Diamond in het tweede spoor. Derde spoor voor Bill Stardust. Vierde spoor nu voor Kaan Olderson. En erachter wacht op ruimte best wel. Al die paarden kunnen nog winnen. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Aida Boko leidt nog altijd. Aida Boko heeft een lengte. Aan de buitenzijde Diamond. Diamond komt ernaast. Helemaal aan de buitenzijde komt Kaan Olderson. Kaan Olderson met hele grote stappen. Is er al langs. Kaan Olderson gaat hem winnen. Kaan Olderson wint met Johnny de Leeuw. Tweede plaats is voor Aida Boko. Derde Diamond. En vierde komt nog aangeflitst Atrapma.